deze beschouwing. Die gaat over Greta Thunberg en Al Gore. En die hele klimaatonzin. Nou, Perry, heb je gelijk al verteld wat je standpunt is. Ja, inderdaad. En dat doe ik omdat gebleken is dat de gemiddelde mens op internet, die is na 10 minuten uitgekeken. Dus binnen de eerste 10 minuten moet je vertellen wat de boodschap is. Nou, ik heb dit goed voorbereid. En we gaan als eerste beginnen met een stukje scheikunde. De formule die zie je nu in beeld, die moeite heb ik genomen. Hè? Ja. Wat hierboven staat, dat heet een... er staan chemische formules. Maar wat je dan hier ziet, dat is een omzetting. Met een mooi woord, het is niet een evenwicht. Nou, maar dat is natuurlijk wel het geval. Maar er komen we zo dadelijk, ga ik dit helemaal uitleggen hoe dit in elkaar zit. Als eerste zie je daar staan CO met een klein tweetje. En ik ga het er helemaal uitleggen aan jullie. Jullie eventjes kenbaar en maken hoe scheikunde in elkaar zit en dat het heel eenvoudig is. Voordat ik daaraan ga beginnen, maak ik even kort reclame voor mijn kanaal. Want waarschijnlijk ten tijde dat jij deze uitzending kijkt, is er een nieuwe playlist bijgekomen of zelfs twee playlists. En die ene heet dan iets met de favorieten van Perry. En die andere heet de favorieten van het publiek. Maar die namen weet ik nog niet. Maar dit zijn de twee ideeën die ik heb. Ik maak een playlist met mijn favorites, die ik dan tof vind. En ik maak een playlist met de favorites van de mensen die kijken. Want dat kan ik zien, hè, hoeveel views en zo. Of positieve reacties of dat soort dingen. Kan je even meekijken met de meute? Lijkt me leuk. En los daarvan, als je kijkt en je zit dicht bij je toetsenbord. Want kijk, als je lekker achterover ligt in je bedje. Want heel veel mensen doen dat. Die luisteren dit voor het slapen gaan. Dan hoef je dat niet te doen hoor. Dan hoef je niet overeind te komen en je bed helemaal... En dan op like te klikken. Nee joh, blijf toch lekker liggen. Maar als je dat toch... Dan heb je hem opgestart en je wil net even lang uit gaan liggen. Nou, voordat je gaat liggen, doe je even op like klikken. En dan zeg je, ja, maar Perry, dan zit ik al op like te klikken, zonder dat ik weet of ik het wel like. Ja, dat doet het toch helemaal niet toe? Als ik het maar zie. Want dan zie ik, hé, een like. En dan krijg ik me helemaal een goed gevoel van. Kijk, of je het nou echt een leuke uitzending vindt of niet, bottom line, interesseert me dat helemaal niks. Het gaat mij om het goede gevoel wat ik krijg. Nee, een grapje, maar je snapt wat ik bedoel. En share vind ik erg leuk. Dat levert mij meer kijkers op. Abonneren, ja, dat is ook fantastisch. Maar ik kan me voorstellen dat je niet zit te wachten op iedere dag een bliep op je scherm. Want er komt bijna elke dag van mij een nieuwe uitzending. En dat is misschien wat bezwaarlijk voor sommige mensen. Maar vind je dat niet erg, dan moet je het doen. Je kan ook aangeven of je een e-mail krijgt, hè, bij elke nieuwe van mij. Maar dat hoef je niet te doen, toch? Dan krijg je wel iedere dag een mail. Dat lijkt mij niet echt handig. Anyway. Wat vind ik ook nog leuk? Reacties vind ik super tof. En dan niet van die reacties met wat een geouwe hoer en dat soort dingen. Alleen maar algemene scheldpartijen. En insinuerende vragen als ben je soms een racist? Dat vind ik raar. Dat stel ik niet op prijs. En de mensen die dat doen, ik heb er twee... En die hebben zich heel onbehoorlijk gedragen in de reacties. En die zet ik uit. Ja, ik ben niet gekke Henkie hoor. En voor de rest krijg ik alleen maar leuke reacties. Behalve deze twee dan.
Voor de rest zijn ze bijzonder aangenaam en grappig. Stimuleert mij dat. Dat vind ik toch leuk. Ik krijg er verder helemaal niks voor. Dat hoeft ook helemaal niet. Geld krijg ik wel met mijn werken. Is voor mij mijn vrije tijdsbesteding. Anders ga ik alleen maar bushokjes slopen. En oude dametjes weer overvallen bij pinautomaten. Ik bedoel, ik ken mezelf. Ik kan maar beter thuis zitten in mijn IKEA-bedje. En weer een beschouwing houden over in dit geval Greta Thunberg. Kijk, wat ik hier heb geschreven. Dat is, daar staat CO2 plus 2H2O geeft CH4 plus 2O2. Dit gebeurt als een plant groeit. En een plant maakt niet direct CH4. Zal ik ze dadelijk gaan uitleggen. Maar het maakt wel waar CH4 voor staat. En dat staat namelijk voor koolwaterstoffen. Dan gaan we eerst even scheikunde doen, ja? Dat eerste ding, CO2, dat is een molecuul. En dat molecuul bestaat uit 3 atomen. 1 koolstofatoom en 2 zuurstofatomen. En koolstof is het 6e atoom van het periodieke stelsel van de elementen. En zuurstof is het 8e atoom, het 8e element. Nou, waarom niet? Pak hem er even bij. Dat ik echt weet dat ik niet zit te foppen of zo. Hoofdletter toets dat aan. Periodic table. Die zien hem. Kijk, hier staat die C. Dat is koolstof, zie je dat? Dat is nummer 6. Het volledige atoomnummer, het atoomnummer is 666. Daar heb ik ook een hele uitzending aan gewijd. Dat koolstof, dat, is dan, dat wordt in het boek Openbaring genoemd. Hè? Het getal van het beest. En hier heb je zuurstof. Hè? En als je dus 1 atoom koolstof hebt en 2 atomen zuurstof, dan noemen we dat, schrijven we dat als CO2. En CO2 komt heel veel voor. Zo dadelijk zal ik laten zien waarom het zoveel voorkomt. Waar CO2 vandaan komt. Maar goed, als je CO2 hebt, 1 molecuul CO2. En dan heb je 2 moleculen van dit spul, H2O. En H2O, dat is de dihydroxyoxide. maar dat is water. H2O is water. En die 2 betekent dat je 2 moleculen H2O hebt. Ja? Nou, en die tezamen, dat geeft dan in een bepaalde reactie. En de reactie, die moet je eigenlijk, moet daar iets van een sterretje bij. Want dit gaat namelijk niet zomaar. Je kan wel CO2 en daar een hoop water bij doen, maar dan krijg je niet gelijk dit. Echt niet. No way. Ik zal zo dadelijk uitleggen waarom. Maar je krijgt dit wel als je het hebt over, dat mag ik gelijk even onderschrijven, fotosynthese. Een fotosynthese, dat gebeurt in een plant. En daarvoor gebruikt een plant het stofje. En dat heet, is dat nou? Een hoofdlettertoets doet het niet, lijkt het wel. Oh, toch wel. Chlorofiel. Dat is dat groene spul van een plant. Dat is chlorofiel. En dan heb je ook bij nodig zonnelicht. En dat zonlicht, dat staat voor de energie die daarvoor nodig is. Oh, dat is hier gebeurd. Ik heb een foutje gemaakt. Wacht even. Ja, we zijn weer terug. Dat ging bijna fout. Kijk, zo was het, hè?
Dus dat pijltje, een reactie, dit is de formule van een reactie, of de beschrijving van een reactie, een chemische reactie. Maar dat pijltje, daarvoor, dat doet een plant dus, helemaal gratis en voor niets, hoef je niks aan te doen. Het enige wat je een plant moet geven, behalve CO2 en H2O, is dat die plant dit spul aan boord moet hebben. Nou, daarvoor heeft een plant, behalve dat hij gegroeid moet zijn, heeft hij ook stikstof nodig en fosfor. Dit proces. Ja, maar dit is dus het spul. Chlorofiel moet een plant hebben. En dat is dat groene. Dus als je verdord gras hebt, is het helemaal niet alleen half dood, maar het is ook helemaal geel. En ja, er zit er geen chlorofiel meer in de bladeren. Ja, dan werkt dat bovenste gebeuren niet meer. Nou, en belangrijk is dat je zonlicht hebt. En er moet energie bij. Nou, en dan wat die plant doet, is dat die zuurstof, deze twee, die wordt van dat koolstofatoom afgehaald. En deze vier waterstofatomen, oh, die had ik nog niet verteld, maar dit is waterstof. Die H, dat is waterstof. Kijk maar. Die staat hier. Zie je dat? Waterstof. Nou, dat zuurstof moet van het koolstof afgehaald worden. En dit ene zuurstofatoom moet van die twee waterstofatomen afgehaald worden. En dat kost energie. Ik zal zo dadelijk uitleggen waarom dat energie kost. Maar het kost energie. En daar is die zonlicht voor nodig. Of dat zonlicht voor nodig. Dat is de energiebron. Nou, met dat zonlicht als energiebron wordt dus in het proces van de fotosynthese met behulp van het spulletje chlorofiel wordt koolstofdioxide met water omgezet in een carbon hydrate, dat is een koolwaterstof, en zuurstof. O2. Ja. Nou, als je de formule omdraait, kijk, nou is die een stuk kleiner, wacht even zo. 54. Een beetje moeilijk te doen, wacht even. Nou zeg, open office werkt niet echt lekker mee. Maar goed, laat maar zitten. Ook die subscriptjes, die doen het niet lekker. Ja, open office, het is gratis software. Hè? Dat merk je dan toch af en toe. Kijk, die subscript werkt ook niet. Ik heb nog even een les open office. Nee, dit, Maar ik ga me niet irriteren. Laat maar zitten. Dit proces kan je ook andersom doen. En dan moet je dat pijltje de andere kant uitdenken. Ja, misschien als ik het zo doe. Wacht, wacht even. Dat kan natuurlijk wel. En dan doen we het andersom. Moet zo. Ja. Van rechts naar links. En dit spulletje, dat is een koolwaterstof plus zuurstof. Dat wordt koolstofdioxide plus water. En daarbij komt energie vrij. Dit proces, dat heet verbranding. Dus dan is dus fotosynthese. Dat is die bovenste. En dan dit is verbranding. Die letters zijn een beetje groot. Een beetje kleiner maken. Ja. Snap je hem nog? En als het dus verbrandt, dan wordt het koolwaterstof met zuurstof. Voor verbranding heb je zuurstof nodig.
En dan wordt dat koolstofdioxide, dus dat spulletje hier, dat koolwaterstof, dan worden die waterstofatomen, die gaan van de koolstof af. In plaats daarvan komen 2 zuurstofatomen. En die 4 waterstofatomen, die worden dan gesplitst in groepjes van 2. En ieder groepje van 2 waterstofatomen krijgt 1 zuurstofje. Dus in deze reactie zie je dan ook dat hier staat 1 C'tje en 4 H'tjes. Dat is H2O en dat 2 keer, dus heb je 4 H'tjes. En hier staat ook 1 C'tje en 4 H'tjes. En hier heb je 2 O'tjes. En dit is 1 O, maar die gaat 2 keer. Dus in totaal staan hier 4 O'tjes. En hier ook. Want dit zijn 2 O'tjes, maar dat gaat 2 keer. Dus hij klopt precies, hij is in balans. En dus om 1 zo'n molecuul koolstof met 4 waterstof te verbranden, heb je 2 moleculen zuurstof nodig. En dat verbranden, dat noemen we ook wel oxidatie. En dit noemen we ook wel reductie. En men is ook al bezig geweest om deze reactie voor elkaar te krijgen puur met abiotisch, dus niet levend, materiaal. Hoe ver het daarmee staat, weet ik niet. Ik dacht dat het niet interessant was. Als je toch van zonlicht, als je zonlicht wil omzetten in bruikbare energie, dan zijn daar handige methoden voor dan dit. Wat planten dus doen. En dan heb je nog de mogelijkheid om, dat doen ze wel met algen. De algen kunnen vrij hard groeien. En dan stimuleren ze dan, dat noemen ze dan biomassa kweken. En dan wordt dit dus in een vijver met algen. En dan hebben ze heel veel algen. En die algen, daar gaat het om dit spul. Koolhydraten. Niet per se wat hier staat, CH4, want dat is methaan. Dat is een gas. Maar allerlei vormen van C8. Wat was het ook weer? Even kijken, het is 2 keer C plus 2. Dus C8 is dan C8H18. Bijvoorbeeld. Dat is octaan. En je hebt allerlei dingen met vertakkingen en zetmeel en vezels. En dat is dan C115H232 of zo. Daar kan jij je ook wel iets bij voorstellen. Net als dat je een bos kan aanplanten en heb je al die bomen. En die bomen die zaag je om. En wat heb je dan? Ja, hout voor in de kachel. Ja. En dan doe je dat hout in de kachel. En dan begint dat onderste ding weer. En dan heb je je CO2 weer terug. En je water. En dan kan je dit weer gaan doen. En dan gaat het weer de andere kant op. Dus je kan ook zeggen dat er is hier op de wereld sprake van een evenwicht. Dus aan de ene kant heb je een hoeveelheid CO2 plus een hoeveelheid water. En je hebt een hoeveelheid gebonden koolstof aan waterstof en een hoeveelheid zuurstof. Nou, en wat wij weten is dat de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer is 20% momenteel. En de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is 0,03%. Dus als je even de rekenmachine erbij pakt. 20%, 0,03%. En dat gedeeld door 20% is 0,0015. Oftewel 20 gedeeld door 0,03 is, er is 666, dat was toevallig, 666. Er is bijna 1000 keer zoveel zuurstof in de atmosfeer dan koolstofdioxide.
Dus de verhouding, dit kan je ook zien als een evenwichtstelsel, hè? Want het gaat van rechts naar links, of van links naar rechts, van rechts naar links. De verhouding, dit evenwicht ligt zwaar naar rechts. Anders zou er niet zoveel zuurstof zijn. Nou, dit is het hele verhaal van de koolstofcyclus. En dan is er die alarmerende verhalen, zijn er die alarmerende verhalen over dat de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer, dat die een relatie heeft met de mondiale temperatuur. En ik ben nog geen wetenschappelijk onderbouwd verhaal tegengekomen. Wel mensen die van alles roepen. En die hebben dan YouTube-films gemaakt met iedere 10 seconden een andere scène. Dat is veel werk, man, om zo'n film te maken. En inzoomen, uitzoomen. En dan zie je weer een schoorsteenpijp waar rook uitkomt, zeggen ze dan. Terwijl uit een schoorsteen, wat je ziet, dat is waterdamp. Wat je ziet, hè, is waterdamp. In de regel. Dus ook als je dus iets verbrandt, dat zie je dan hieronder staan. Hè, als je van aardgas, dit is aardgas, CH4. Als je dat verbrandt, dan krijg je dus CO2, ja, plus dit. Dat is water. Ja, dat zie je. En dat kan condenseren. Dus wat je uit die pijp ziet komen is niet de CO2. Nee, dat is het water. Nou, en de relatie tussen CO2 en de opwarming van de aarde. Ja. Het is duidelijk dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer al een hele tijd aan het toenemen is. We meten het nog niet zo lang, maar nou, dat is niet helemaal waar. De biologen hebben vastgesteld dat heel lang geleden, dus dat kunnen ze zien uit de fossiele resten van planten, dat de CO2-concentratie, dat er periodes zijn geweest met een veel hogere CO2-concentratie. Veel hoger. Dat weten biologen. Maar dan heb je het over heel lang geleden. En de laatste 100 jaar is de hoeveelheid CO2 weer aan het stijgen. Ja, niet heel hard, maar die is van 0,03 naar 0,04% gegaan. Ja, dus niet naar 10% of zo. En het is ten opzichte van die 0,03% naar 0,04% is het dan een derde gestegen, of 40% gestegen. En dat is relatief veel, maar de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is niet veel. En dan wordt er gezegd dat de CO2 meer dan stikstof en zuurstof, wat de hoofdbestanddelen zijn van de atmosfeer, dat CO2 meer het infrarood, nou, of meer zonlicht opvangt en dat omzet in warmte, zoiets. En dat zal. Dat geloof ik wel. Maar de vraag is hoe sterk dat effect is. Ik heb er al even aan lopen rekenen. Kijk, die moet hier zitten. Nou, ik ben nog bezig met, met het uit te puzzelen. Kijk, CO2 is zwaarder dan gewone lucht. Dat heb ik hier alvast neergezet. En dan moet je uitrekenen, want ik ben bezig met een experimentje te ontwerpen. Dat gaat er dan zo uitzien. Dit is een schematisch, hè? Dit is een kubus van perspex. Zo, licht doorlatend plastic.
deze pijltjes, dat staat voor de zonnestraling die naar binnen komt. En A, B en C, dat zijn temperatuurmeters. Waarbij er eentje bij aan de rand van de kubus zit. Eentje dan, nou, is een beetje in tussen het midden van de kubus en de rand. En die derde zit echt precies in het midden van de kubus. En dan moet je van deze temperatuursensoren via een draadje, en die moet die kubus uit, moet je de temperatuur aflezen en opslaan in een computertje. Dus hier moet er een tekeningetje achter. Dat ga ik later nog wel een keer bespreken. Nou, en in zo'n van deze dingen moet je er twee maken. Eentje die doe je vol met normale atmosferische lucht. En die andere neem je normale atmosferische lucht en daar moet dan een beetje CO2 bij. En dat laatste wordt nog moeilijk, want hoe moet je daar die CO2 bij krijgen? Ga je zeggen, ja, Peri, dat is gewoon een ventieltje maken. Ja, dan moet je ergens hier in die kubus moet je een gaatje hebben, dan moet je een ventiel in maken en dan blaas je daar een beetje CO2 in. Maar de hoeveelheid CO2 die erin moet blazen is echt heel weinig. Je moet een heel klein beetje CO2, pst, erin. Om dan de binnenkant van, het is nu 0,04%. En dan breng je naar 0,0. Nou, zullen we zeggen 0,1%. Dus dan moet je er 0,06% CO2 bij doen. Dat is heel weinig. Nou, dan heb je twee van die kubussen. Eentje met CO2 erbij en eentje zonder. En dan moet je die kubussen in je tuin zetten, in de buitenlucht. Gewoon in de buitenlucht. Moet je niks ingewikkelds te doen met lampen of zo bij hem. En dan ga je die drie thermometers, dus elektronische thermometers. En daar heb je er dan drie van per kubus, dus in totaal 6. En van die 6 thermometers moet je ze ieder uur of zoiets even aflezen. Met je computer dan natuurlijk. Dat ga je niet als mens doen. En een computer die dit aan kan, die kost je kaal €50. En dan opgetuigd met een kastje en alles. Misschien €100 of zo. En die sensoren, tientje per stuk, hoog uit, denk ik. En dan heb je nog iets nodig als een ADC-converter. Of een AD-converter. Nou, ook nog een paar tientjes. Dus al met al zo'n kast. Misschien €300 bij elkaar. Dan heb je twee kasten, zeg maar €600. €600 moet je denk ik hebben. En dan heb je dit. Dan kan je gaan kijken wat nou daadwerkelijk het broeikasgaseffect is. En gaat de temperatuur in zo'n afgesloten ruimte daadwerkelijk aanzienlijk stijgen? En dat zou dan moeten. Dat is mij helemaal de vraag. Een dergelijk experiment is niet op internet te vinden, by the way. Nou, dit even over de achtergrond van het hele klimaatgebeuren. En dan terug naar die Greta Thunberg. Wie is zij? Ja, dus, die zie je er in beeld, hè? Zij is Zweeds, in elk geval. En ze is een kind van beroemde ouders. En de moeder heette Malena Ehrman. En die heeft samen met haar man een boek geschreven. En dat heet Scènes vanuit het hart, ons leven voor het klimaat. En even kijken hoor, daar staat hij ergens onder.
Met wie ze dat geschreven heeft. Oh, nee, is dat niet hier? Oh ja, staat hierachter. Seine Uhren Jertat bij Malena Ehrman en Svante Thunberg. Nou, en wat zegt nou die moeder? Die zegt dat die haar 16-jarige kind, Greta, die kan koolstofdioxide zien met het blote oog. Nou, dat kan niet. Ja, ze kan dat wel opschrijven, maar je kan CO2 niet zien met het blote oog. Punt. Dat weet die moeder ook wel, mag ik aannemen. Koolstofdioxide is reukloos, geurloos. En het heeft geen kleur. Dus hoe kan je het dan zien? Stikstof kan je ook niet zien. Stikstofgas. Ja. Zuurstof kan je ook niet zien. En allebei kan je ook niet ruiken. En koolstofdioxide ook niet. Als je in plaats van zwavel gebruikt, dan krijg je CS2. Ja, dat kan je ruiken. Ruikt heel smerig, by the way. Maar CO2 is reukloos. Kan je niet ruiken. En Greta Thunberg kan niet CO2 met het blote oog zien. Dat kan niet. En dan staat eronder in een stukje. Dat Greta was, ik zal het in Engels voorlezen. Greta was diagnosed as a child with obsessive compulsive disorder. En Asperger's, en het syndroom van en Asperger's syndrome. Net als hij, just like her younger sister Beata. Nou, een obsessive compulsive disorder. Nou, dat klinkt niet goed hoor. Als OCD. Kijken wat. Nou, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, is characterized by uncontrollable, intrusive thoughts, beliefs and ideas. Negative emotions like guilt and anxiety, repetitive and ritualistic behaviors or actions. Sorry, ik moest even niezen. Gaan we even kijken bij Translate wat dit nou precies allemaal betekent. Oh, sorry. Dus. Oncontroleerbare, opdringerige gedachten, overtuigingen en ideeën. Joe. En dan heb je negatieve emoties, zoals schuldgevoel en angst. En dan repetitive en ritualistic behaviors or actions. Dat zal ik ook nog even vertalen. Ik denk dat je wel kan gokken wat het betekent. Nou, herhalend. Ritualistisch gedrag of acties. Dat is COD. En als je dat vertaalt. Obsessief, compulsieve, dat is dwangmatig compulsief. Stoornis. Dus je hebt een obsessie en helemaal dwangmatig, lalalala. Dat heeft Greta Thunberg. En dan heeft Greta Thunberg ook nog Asperger.
kijken hoor, symptomen. Symptomen van Asperger. Nou, sociaal contact gaat moeizaam. Ze kunnen zich moeilijk inleven in anderen. Dus ze vermijden vaak oogcontact. Ze sluiten zich af voor de buitenwereld. Ze hebben moeite met communicatie en taal. En mensen met Asperger hebben vaak interesse voor maar één of twee voorwerpen, activiteiten of gedachten. Ze kunnen eindeloos hetzelfde doen, bijvoorbeeld naar dezelfde muziek luisteren of steeds praten over hetzelfde onderwerp, zoals landkaarten of dinosaurussen, of in het geval van Greta Thunberg, het klimaat. Ik heb hier een filmpje staan. Kijk hoor. Wat heb ik hier nou? Heb ik hier nou weggeklikkerd? Van Red Eyes. Creations. Nee, die heb ik weggeklikt, helaas. Maar Red Eyes is een website uit Zweden. Die heeft een filmpje gemaakt over Greta Thunberg. En dan beginnen ze met 5 minuten lang allemaal stukjes van haar, terwijl ze toespraken houdt. En die hebben ze achter elkaar geknipt met de belangrijkste momenten erin. Ik kan het niet. Ja, ik kan het met moeite bekijken. Dat moet ik zeggen. Ik heb er echt moeite mee. Ik vind het niet te pruimen eigenlijk. Je voelt die... hoe moet ik zeggen? Ja, die afkeuring, die wanhoop, al die dingen. Het komt gewoon bij jezelf naar binnen. En we hebben het over helemaal niks. Vandaag heb ik het KNMI een berichtje gestuurd met een verzoek om de zeespiegelwaarde aan me door te geven. En tot en met 2010 is de zeespiegel gestegen met 1,7 mm per jaar. Dat staat op de site van het KNMI. Over de afgelopen 100 jaren. En het is hartstikke constant. In 1901 was de eerste meting. En toen hebben ze in 1902 was het 1,7 mm hoger. En in 2010 was het 1,7 mm hoger dan in 2009. Dat weten we. Nou, en ik wil graag weten hoe het is met de laatste 9 jaar. En ik neem aan dat dat nog steeds 1,7 mm is, want anders had het al lang in de krant gestaan. Lijkt mij hoor. Ja. Wat je hier ziet, dat vind ik... Ja, hier wordt dus duidelijk gemaakt dat... Ja, dat hadden ze beter. Ja, ik probeer ze duidelijk te maken dat je CO2 niet kan zien. Dat je, ja, het enige wat CO2 uitstraalt, dat zijn ja, dingen in het infrarood. Hier dus. Maar je kan geen infrarood zien met je ogen. No way. Hier staat er verder niks meer over. Greta. En dan heb je hier die rare man, Al Gore. Mafketel, jongen. Kijk, Al Gore die heeft in 2006 voorspellingen gedaan waarin hij zei dat we binnen 10 jaar, dus in 2016, zouden we voorbij de point of no return. Dat betekent, dan zouden we echt helemaal over de limit zijn.
Als we niet heel snel de menselijke broeigasemissies terugbrengen. En dan beweert hij in 2019 dat hij helemaal gelijk heeft gehad. Nou, dan heeft hij het gehad in 2006 met die fijne film van hem over een stijging van de zeespiegel van 20 voet, dus dat is 6 meter. Ja, dit heeft hij gezegd. Sea levels could rise as much as 20 feet. Daarbij heeft hij niet een tijdsbestek aangegeven. He did not provide a timeline. Dat was shrewd on his part, zegt hij hier. Hij was verstandig van hem, want... daar is geen sprake van. Wij hebben gemeten hier voor de Nederlandse kust 1,7 mm per jaar. En de stijging van de zeespiegel bij de Nederlandse kust... die houdt gelijke tred met de mondiale stijging van de zeespiegel. Dat weten we ook. Dus mondiaal is er sprake van 1,7 mm per jaar. En niet eens wat hier staat met het National Oceanic and Atmospheric Administration's gebeuren... die het heeft over een achtste van een inch, want dat zou 3 mm zijn. En dat is het niet. Niets gemeten door het KNMI tot en met 2010. En dan heeft Al Gore ook gezegd dat er veel meer stormen zullen komen. Dus, dat is niet waar. Er zijn niet meer stormen en de stormen die er zijn, zijn ook niet sterker. No way, man. En dan... die berg, de Kilimanjaro, dat is een vulkaan. En die zou zo'n hele sneeuwtop gaan verliezen. Dat is ook niet zo. De Kilimanjaro, de hoeveelheid sneeuw en ijs die er ligt... die is in het begin van de 20e eeuw heel sterk gedaald. In een paar, 10, 20 jaar. En sinds die tijd neemt het langzaam af. En niemand weet waarom het aan het begin van de 20e eeuw... toen de CO2-emissie nog helemaal niet zo sterk was. Waarom de Kilimanjaro toen zo is gaan slinken. Qua ijs dan, hè? Niemand weet het. En dan een hele sterke, dat Al Gore heeft gezegd dat de ijsberen letterlijk van de planeet afgedwongen worden. Dus dat ze helemaal geen huis meer hebben, geen habitat. Dat heeft hij gezegd. Maar het vermoeden is dat er momenteel 4 keer zoveel ijsberen zijn dan in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dus in de afgelopen 50, 60 jaar is het aantal ijsberen alleen maar toegenomen. Ik weet niet of in dit artikel ook die aantallen staan. Staat die hier? Ja, precies. Hier staat het. Dit heb ik ook even opgezocht voor jullie. Het aantal ijsberen is gestegen van 20.000 à 25.000 tot 23.000 à 32.000 in 2016. Dus de ijsberen, daar gaat het helemaal niet slecht mee. En dan de allersterkste die heeft gezegd... dat... De Arctic Ocean, dat is dan de oceaan onder de Noordpool, of dat gebied, want het is oceaan, hè? Antarctica, de Zuidpool, dat is land. Maar de Noordpool, dat is geen land, dat is alleen maar ijs. En al het ijs van de Noordpool zou gesmolten zijn in 2016.
had hij gezegd. Zij zei het nog 10 jaar, dan hebben we helemaal geen Noordpool meer. Nou, we hebben nog hartstikke veel Noordpool. En hij heeft het nog een tijdje volgehouden door nog te stellen dat in 2013, 2014, dat het dan helemaal weg zou zijn, het Noordpoolijs. Ja, dat is dus niet. Dat is jammer. Dat is heel jammer, maar het is niet. En het wordt denk ik wel minder hoor, maar dat leidt niet tot een zeespiegelstijging natuurlijk. En fossiele resten zijn er gevonden in dat Noordpoolgebied, die erop duiden dat er tijden zijn geweest dat er planten groeiden. Dus, ja, zo'n Noordpool met ijs, die, ja, misschien moet je je daar als mensheid niet te veel aan hechten, want er zijn tijden geweest, daar hadden we helemaal geen Noordpool. Het kan heel goed zijn dat wat we nu hebben aan Noordpool, dat een, ja, een temporeel iets is. Dat kan ook heel goed zo zijn dat het fluctueert. Want dan heb je weer geen Noordpool en dan gaat hij weer langzaam groeien. Ja, we maken hem uit. Greta Thunberg, die gaat helemaal uit de plaat. En Al Gore ook. Maar mij maken geen donder uit. En zoals het er nu uitziet, met een stijging van de zeespiegel van 1,7 mm per jaar, die niet veroorzaakt kan worden door het smeltende Noordpoolijs, want dat is drijfijs. Dus daar stijgt de zeespiegel niet van. Ja, 1,7 mm per jaar. En rekenen ze nou met 2100, hè? Dus dat is een jaar 2100, dat is over 80 jaar. En dan heb je 80... keer 1,7 millimeter. Nou, dat is 136 millimeter, dat is 13,6 centimeter. Zeg maar 14 centimeter. Ja. Nou en? Kijk, bij de kust, bij Zandvoort en zo, daar moet al sinds jaar en dag moet daar zand naartoe gereden worden met vrachtauto's. Maar dat komt omdat bij stormen en zo, dan raken ze weer hele stukken duin kwijt. Dus dan moeten ze dat weer aanvullen. Ze kunnen de natuur ook hun gang laten gaan, maar dan verdwijnt er een heel duin. En daar hebben ze ook geen zin in. Dus wij zitten die duinen kunstmatig hoog te houden. Ja, dat komt niet door de zeespiegelstijging. Nee, dat komt door de herfststormen en voorjaarsstormen met noordwestenwind. Nou, zoiets als de Delta werken. Ja, dan moet je even Rijkswaterstaat bellen en zeggen van, hebben jullie rekening gehouden met een stijging van de komende 80 jaar van 14 centimeter? Ik denk het wel. En dan is het dan maar de vraag of die stijging, of die is dus nu constant, hè? Nou, en blijft die dan constant stijgen? Maar uiteindelijk krijg je toch de vraag, waar komt dat water vandaan? En dan wordt er gezegd van ja, dat water, de zeespiegel stijgt ook door de uitzetting van het water als het water warmer wordt. Ja, maar het water wordt alleen maar warmer in de bovenste laag. Dus de gemiddelde oceaandiepte is iets van 200 meter of zo. Ja, als je denkt dat die hele laag zoveel procenten in temperatuur stijgt, nou, dan mag je wel ervan uitgaan dat de zeespiegel gaat stijgen aanmerkelijk. Maar waarom zou de oceaan onder in de oceaan warmer worden? Waarom zou de oceaan onderin warmer worden? Dat is niet logisch. Want warmte verplaatst zich niet naar beneden toe, namelijk. Het is heel vervelend, maar dat is zo. Dus dat warmere zeewater, wat ze dan nu meten, en dat zal ook wel, want de temperatuur op aarde, die stijgt. Dat is helemaal duidelijk.
En ja, dan heeft dat te maken met de menselijke emissie van CO2. Ja, daarvoor moet je dus dat experiment doen, wat ik net beschreven heb. Nee, eerst maar eens kijken wat het effect is. Het effect in real life, hè? Niet het effect in een modelletje met een computer. Nee. Nee, een echt experiment moet je doen. Ja, Al Gore heeft dat experiment ook gedaan. Het is een zijn film, Perry. Dus waarom zou je dat nog gaan herhalen? Want Al Gore heeft dat experiment al gedaan. Nee, Al Gore heeft een of ander experiment gedaan waarbij hij een vat vulde met pure CO2. Ja, en daar heb ik het niet over. Je hebt het over een stijging van 0,03% naar 0,04%. En wat levert dat op aan temperatuurstijging? Te meer daar dat broeikaseffect, broeikasgaseffect, dat vind je niet alleen bij CO2, dat vind je ook bij methaan. En dat vind je ook bij H2O, bij waterdamp. Dus... En CO2 komt ook in de atmosfeer door natuurlijke bronnen. Het is maar helemaal de vraag of die CO2 die we dan meten, of dat allemaal komt van het verbranden van fossiele brandstoffen. En de fossiele brandstoffen op hun beurt, en dan pakken we even terug naar dit plaatje. Ja. Kijk, als wij gaan verbranden, dan gebeurt er dit. Hè? Dus methaan, koolwaterstoffen, plus zuurstof, dat geeft dit. Daar rijden we onze auto's mee. En dat produceert CO2. Maar dit spul, dat zit in de bodem. En dat zit in de bodem door deze reactie. Huh? Zo is dat koolwaterstof in de bodem terechtgekomen. Dus ooit was er CO2, daar kwam water bij en zonlicht. Dat werden koolwaterstoffen. En die koolwaterstoffen die zijn gevangen onder dikke steenlagen. En die halen wij nu omhoog als we olie pompen of gaswinning doen. En dan gaan we dat verbranden. Maar vroeger was dus die koolstof, die koolwaterstof, van dat wat we nu verbranden, dat was biologisch materiaal. Levend materiaal. Ja, dus als jij naar de wereld kijkt en je ziet allemaal van die kale plekken, zoals in de Sahara en de Gobi-woestijn en zo, hè? Zelfs hele delen van Turkije, daar groeien alleen maar zand, korrels en stenen. Dan denk je, van waar is toch dat groen gebleven? Nou, dat zit dus onder de bodem bijvoorbeeld, in aardoliebronnen. Daar zit dat koolstof. En dan moet je dus CO2 van maken. En dat CO2 met water en planten, ja, dat wordt dan weer koolwaterstof in de vorm van een plant. Dus waarom zou je het koolstof onder die steenlagen laten, ja, als het vroeger vrijelijk door de atmosfeer kon? Vind ik het soms mooi, al die kale vlaktes? Ja, ik niet per se. En dan ook het idee dat ze wat ze willen gaan doen, dat is het verbranden van koolwaterstoffen, dat willen ze gaan belasten. Ja, maar waar gaat dat geld naartoe? Wie krijgt dat? Ben jij dat wel eens afgevraagd? Want met dat geld kan je verder niks doen. Nou, je kan alleen maar zeggen, nou, we heffen een hele hoop belasting en daardoor zijn mensen minder koolwaterstoffen gaan omzetten in koolstofdioxide. Ja, maar waar blijft dat geld? En waar wordt dat voor gebruikt? Al Gore die vliegt in de rondte in een privéjet. Greta Thunberg ook.
En Greta Thunberg heb ik al gezien dat ze bij de paus op bezoek is. Ja, is ze daar op de fiets naartoe gegaan? Nee, natuurlijk niet. En Barack Obama heeft ze de hand geschud en... ja, joh. En Al Gore natuurlijk. En hij vliegt maar in de ronde. Ja, dat kost allemaal geld. Ja. Trouwens, hier staat nog iets dat het Hoge Gerechtshof in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, die heeft in de tijden dat die film op de markt kwam, gezegd, dus een vonnis geveld, waarin gezegd werd dat die film van Al Gore, An Inconvenient Truth, alleen vertoond mag worden op de Britse scholen met toezicht erbij. En een soort erratum, guidance notes, een soort bijsluiter erbij zit. Om politieke indoctrinatie te voorkomen. En er staat dan letterlijk hier: The Armageddon scenario he predicts, insofar as it suggests that sea level rises of 7 meters might occur in the immediate future, is not in line with the scientific consensus and would only happen after and over millennia. Ja, dus dit is het Hoge Gerechtshof in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk. Die was niet blij met die film van Al Gore. En die zei, hier is sprake van politieke indoctrinatie. Hoppakee, steek hem maar in je broekzak. Snap je? Dit is er echt allemaal gezegd, hoor. Het is bizar. En het is waar. En Greta Thunberg heeft obsessieve compulsive disorder, OCD. Arme kind. Ja, door bottom line moet je er medelijden mee hebben. Dit is trouwens, u zocht contact met het KNMI. Dat ik dus die vraag heb ingediend. Dus ik krijg antwoord, hopelijk binnen 10 werkdagen. Want het is geen vakantieperiode. Ja. Super. En mijn vraag staat hier dan. Ja, ik heb het allemaal netjes gedaan. Ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen. Maar we merken het wel. Hey, reuze bedankt voor het luisteren en ik hoop dat ik jullie niet zenuwachtig heb gemaakt met het bericht dat er niks anders aan de hand is dan dat die elitaire jongens en meisjes weer eens heerlijk bezig zijn om onze stuipen op het lijf te jagen en de halve wereld loopt zonder enig besef achter die mensen aan. Het is best angstaanjagend als je beseft wat hier aan de hand is, snap je? Maar laat je niet gek maken. En ik zeg tegen jullie op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.